You know what it is I love about being Spider-Man? Everything. Tijdens de aftiteling ga je mijn nieuwe single horen. Dames en heren, dit is een top of the world. I don't need space, I don't need room for myself and you. Kijk, de Spider-Man zou wel echt mijn ideale man zijn. When it's dark, he shines a light in my face and you. I always think of Spider-Man myself because I want to be a superhero. So. It's a mistake. But I did have Spider-Man pajamas. Nee, geen Spider-Man pyjama. Hey, ik heb wel Spider-Man. Spider-Man pak, ja. Ik ben wel fan van Spider-Man, ja. Die had ik niet en die gaat er denk ik ook niet komen, nee. Nee, had ik wel willen hebben, maar ik mocht niet van mijn moeder, denk ik. Nee, nog net niet. Ik heb wel het poppetje voor me gehad en ik heb ook dat ding gehad dat ik zo kon spuiten, maar die was zo op. Ik heb geen Spider-Man pyjama, maar ik ben wel een Spider-Man nerd, ja, absoluut. Web willen vangen. Oh. Ik zie Annie en Melissa lopen en je mag eerlijk weten, ik heb zo'n sympathie voor die mensen. Dus dan zou ik hun een avond in mijn web en dan een avondje weg. Ja. Waar is het web en ik val erin. Geen probleem. Veel plezier met de film! Hij heeft me laten zien dat echte helden gewoon terugkomen, eigenlijk. Jongen, wat een film. Ik kan nou niet wachten tot het volgende deel. Wauw, wat een graphics. Veel actie, ook wel een verhaal erin, dus super. IMAX is the future. And Spider-Man is my future. I feel like electricity right now. Ja, was tof man, was tof. Hij kwam goed binnen, weet je wel. Die shots van New York en als hij gewoon zijn vliegachtige moves doet met zijn spinnenweb. Ik vond het echt vet. Hoe dicht je op zijn huid zat. Ik vind dat met de jaren echt steeds beter lukt. En wat ze hebben gedaan met die grafische dingen. Ik had echt het idee dat ik zo zelf om het hoekje heen kon kijken. Ik was er echt heel blij mee. Mijn hart veroverd. Het is een dingetje hoor. Visually alleen al. Dus als zij het geluid uitzetten. Spider-Man, 3D bril op. IMAX, doen. Gewoon gaan. Ja, de nieuwe Spider-Man is gewoon... Gewoon gaan. Dus, ja, nou duidelijk. You know what it is I love about being Spider-Man? Everything. Peter Parker, Harry Osborn. It's been 10 years. What have you been up to? I do some web design. Nice arm. It's just the wrist. Just on the wrist, buddy. Peter, you're gonna want to see this. Oscorp. Yet you under surveillance. Why? Isn't that the question of the day? Nothing. Is what I thought it was. I once told you that secrets have a cost. The truth does too. My name is Richard Parker. I have discovered what Oscorp was going to use my research for. What is all this? The future. We have plans for you, Peter Parker. You wanted to be the hero. Need a hand? Now you gotta pay the price. We can change the world.
Let's go catch a spider. I made a choice. This is my path. This is bigger than you, Peter. I'm the only one who can stop them. I'm Spider-Man. Okay, I gotta go. I'm coming with you. Fine, it's too dangerous. Sorry, I love you. Don't hate me. Peter! We'll be right back.